Allemaal van harte welkom hier bij Molen de Heerman in Dekenhoek. Prachtig weer vandaag. Speciaal voor vandaag ook de laatste mooie zomerdag, of niet Freddy? Ik hoop toch wel nog een paar meer krijgen. Maar. In ieder geval iedereen van harte welkom. Het is vandaag de Overijsselse Molendag en de Nationale Monumentendag. En ieder jaar organiseren we dan de tweede zaterdag in september iets speciaals hier bij de molen. Om de molen toch weer extra in het zonnetje te zetten. Dit jaar hebben we gemeend om een Sallandse preuverie op poten te zetten. En we hebben in de molen verkopen van allerlei producten. En de meesten hier in Dekenhoek en van elders die weten wel hoe dat allemaal smaakt als je daar wat van bakt. Maar ons leek het ook wel eens goed om nieuwe producten, keken van de bakken en brood, en om dat te laten proeven. En daarnaast hebben we Henk Oplaat bereikt gevonden voor een bierproeverij. Mevrouw Ophoff voor de kruidmoes en de jam. En meneer Nekkers voor de honing. En dan komt van Klaas het Hof, ik weet niet of er dat is, maar in ieder geval daar komt kaas van dat je ook kunt proeven. We willen vandaag ook, dat is ook iets speciaals, we willen een nieuwe molenwinkeltje openen. Die is deze winter en dit voorjaar gemaakt door de vrijwilligers. Daar kom ik straks nog even op terug. En die willen we nu toch officieel openen. En daarna is het de beurt aan de Diekerhoekse Molenzangers om hier een aantal liedjes tegen horen te brengen. Diekerhoekse Molenzangers is een brunskoor wat opgericht is voor het Dijkerhoekse feest. En het enthousiasme was zo groot dat besloten is om toch nog door te gaan. En niet wekelijks meer oefenen, maar één keer in de maand. En als er een keer een optreden voorbij komt, dan gaan we dat doen. En die zijn dus hier in het blauwe t-shirt aanwezig. Het is de bedoeling dat in de pauze van het optreden van de molenzangers, dat de preuverie van start gaat. En daar hebben we gemeend om met een soort passepartout te gaan werken. Dus voor 5 euro voor een volwassene en 3 euro voor een kind kun je een sticker kopen, daar ging ze in de tent. En daarvoor kunt u een pannenkoek bestellen, een kopje koffie, wat drinken of voor de kinderen eventueel een ijsje. En dan kunt u deelnemen aan de preuverie hierachter. Ik denk dat het proberen waard is en veel plezier ermee. Dan wil ik nu graag verder gaan met de opening van het winkeltje. En dan wil ik graag naar voren of hiermee naar binnen roepen Wouter Sleuter, Appie Roederink, Harry Sleuter, Jan de Wolteus en Jan Ulfman. Die is daar binnen, zie ik wel. Hoe is het? Ja, dat is goed. Mensen, hier staan we voor ons mooie nieuwe molenwinkeltje. Een winkeltje wat machtig mooi past hier in de molen, in deze oude molen, zo kun je maar zeggen. Het is een nostalgisch winkeltje. We hebben ook als gezegd een winkeltje van Malle Pietje, maar volgens mij ziet het allemaal veel netter uit. Ik denk dat we, dus het bestuur zijn we er heel trots op, maar ik denk dat we heel Dekenhoek trots mogen zijn dat we zo'n winkeltje hier gerealiseerd hebben. En bijzonder dank is daarvoor voor degenen die dat gemaakt hebben. En dat, die staan hier in het midden, dat is een Wouter, Appie, Jan en Harry. En Jan de Wolteus die de scepter zwaait over het winkeltje. Rijlen en Zeilen, zeg maar, die ook de vrijwilligersverzaring aanstuurt. Er is gigantisch veel werk in verricht. Daar kunnen we zien ook hoe alles gemaakt is. Appie heeft veel voorbereid werk gedaan in de werkplaats bij Paul van Zeppelman. Daarvoor ook onze dank. En ik denk dat we toch een groot applaus mogen geven voor degene die hier dit winkeltje gerealiseerd hebben. De ruimte was beperkt hier en ik denk dat het toch gelukt is, ondanks de beperkte ruimte, om een mooi winkeltje neer te zetten waarin we een heel breed assortiment zo langzamerhand kunnen aanbieden.
Zo ook aanzetkaartjes van Sozé, die hier verkocht worden. En Xem bijvoorbeeld ook van een goed doel. Ik weet de naam niet meer precies, maar daar kan mevrouw ook over vertellen. Stichting. Dan wil ik nu toch... Stichting Fibro. Ja. Oké. Wat ik ook nog even vermelden wil, dat is dat we... ja, het is een nostalgisch winkeltje, maar er staat een hele moderne kassa in. En ja, we waren van mening als bestuur dat we toch iets anders met de financiën, dat het makkelijker moest kunnen. Om de vrijwilligers het makkelijker te maken, maar ook dat we qua organisatie de beheer iets makkelijker kon doen. En daar hebben we gevraagd bij de Rabobank en het coöperatiefonds of die daar een bijdrage in wilden verlenen en dat is toegekend. En daarom staat er sinds gisteren staat er een hypermoderne kassa in het winkeltje. Hij is nog niet in werking. En ik denk dat er een currency bij moet ze worden gegeven, tenminste voor mij wel, maar ik moet ook niet weten waar ik moet zeggen. Maar in ieder geval, ja, wij denken dat we daar in de toekomst heel veel gemak van hebben. En daar willen we dus de Rabobank ook voor, heel erkentelijk zijn we daarvoor. Die zijn de bedragen niet volgens mij, maar... Nu wil ik overgaan tot de officiële handeling Wouter. En Wouter is onze jongste vrijwilliger. We mogen ja, heel blij zijn uit Molen en uit Dijkerhoek dat we zo'n grote schade vrijwilligers hebben. We kunnen altijd nog meer bij, want er zit veel werk aan. Maar we hebben zelfs iemand in de jonge gelederen die daar veel hobby aan heeft. En ik wil Wouter vragen of hij het leek door wil knippen, zodat ze de molen geopend kan worden. Moet je een andere bier zitten nu, bijvoorbeeld? Ik nodig u straks na het optreden van de bodemzangers, wat u zo straks begint, van harte uit om eens een kijkje in de winkel te nemen. En ik weet zeker dat u wat vindt, wat u graag mee wilt nemen uit. Dus bij deze, tot nu toe bedankt en we gaan nu verder met de We wouden als koor eigenlijk boven op de molen, maar we zijn met te veel, geen koor op de molen dus. De Hegeman is een korenmolen en een korenmolen doet ook wat zijn naam zegt. Graankorrels malen tot meel en roggen, of tarwe en roggen tot meel malen, sorry. En daarom is het ook zo mooi dat er nu zoveel streekproducten in deze molen te koop zijn. Wij de molenzangers zijn een dijkerhoekskoor, ook een streekproduct. En vinden het heel mooi dat we uitgenodigd zijn om hier te komen zingen. We willen beginnen met daarbij die molen. Daar bij die molen,
Thank you.
Als de klok.